Het zijn de wedstrijden van het seizoen, de onderlinge ontmoetingen tussen Roak en Dozer, oftewel Rijpwetering tegen Roelof Arendsveen. Met hier een vrije trap voor de thuisploeg. Rudolf Baks achter de bal. En hij schiet hem perfect binnen. 1-0 voor Roak, 10 minuten voor rust. Dankzij deze vrije trap die binnen wordt geschoten door de aanvaller van Roak. Roak een subtopper in de tweede klasse C, terwijl Dozer in het rechte rijtje bivakkeert. En hier komt Roak op een 2-0 voorsprong. Jawel, hij zit erin. Een moment van onoplettendheid achterin bij Dozer. Hier wordt de bal de diepte ingespeeld. Beland tussen twee centrale verdedigers van Dozer. Ze letten allebei niet goed op. Jimmy Wachter is attent en sneller dan de defensie. Keeper op het verkeerde been. En dus 2-0 voor Roak aan het begin van de tweede helft. En dan zitten de paarshemden in een zetel. Wordt het wel 2-1. Wie anders dan Job Moren die hem maakt. De spits van Dozer. Voorzet. Niet zo goed verdedigd door Roak. En prima binnengewerkt door Moren. Halverwege de tweede helft. Er is dus nog van alles mogelijk. Zeker als Boeri hier de overtreding maakt. En hij krijgt zijn tweede gele kaart. En dus rood. Roak met 10 man verder. Nog wel wat consternatie, want speelde hij de bal zoals hij zelf claimt. Nou, kijk even naar de herhaling. Wow. Alles behalve de bal spelen is dit natuurlijk. Een spannende slotfase. Onder het toezicht van zo'n 600 à 700 toeschouwers. Het is jaarlijks een van de best bezochte wedstrijden in het zondag amateurvoetbal. Hier wordt de bal van de lijn gehaald door Roak. Bij Dozer claimt alles en iedereen dat hij over de lijn is. Maar goed gezien van de scheidsrechter, dat is hij niet. Alagi kan hem niet maken. Geen doelpunt dus. Hein Lelieveld kijkt op zijn klok. Blessuretijd. Eén laatste kans. En de bal wordt in de muur geschoten. En de scheidsrechter fluit ook direct af. Roak wint de Kagenbrasem derby van Dozer met 2-1.